de ruit is ingeslagen en dichtgeplakt. En wij wisten daar niks van, want het is... De meisjes komen net thuis van hockeykamp. Ja, we hadden eigenlijk gepland om vandaag naar Domburg te rijden. Maar we gaan vanavond bij stroop eten. Nee, dat is links! Hallo allemaal, wij zijn de Nagekijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En ik ben in Roosendaal ijsbezorger. En ik werd vanochtend al gebeld door de medewerkster hier zo. Jan, onze ruit is ingeslagen en dichtgeplakt. En wij wisten daar niks van, want het is zaterdagavond is het hier op de markt, is het altijd stadavond. Dus dan kom je aan en dan tref je je ruit gewoon dichtgeplakt aan. Politie heeft dat geregeld. Er is al gebeld met het ruitenbedrijf. Er was een ruzie en dan is iemand met zijn hoofd door het raam gegaan. Het alarm is niet afgegaan, heel bijzonder eigenlijk, want er zit wel een heel goed alarm hier. Dat met de ruit natuurlijk alleen, gaat hij niet op af. En er is niemand binnen geweest, maar het is wel echt flink gat. Als we open zijn zie je het gelukkig niet, het is echt op de voordeur. En, het is eigenlijk wel netjes gemaakt, nou even afwachten wat ze ermee gaan doen. We zitten hier nu al 5-6 jaar in Roosendaal, het is nog niet eerder gebeurd zoiets. Het is hier toch wel echt het uitgaansgebied. Hiernaast was er nog een restaurantje, maar daar zitten echt alle cafés. Nou, hier is ons terrasje. En daar zijn alle cafés. Elke zondagochtend is er altijd ook een hele schoonmaakclub van de gemeente. Die maakt alles schoon. Ik kom net thuis van Roosendaal en Sofie heeft telefoon gehad van de politie. De dader van de vechtpartij is gepakt en die zit nog vast. Dus wij moeten aangifte doen bij de politie, echt als eigenaar zelf. Want zo is dat eenmaal. Maar de politie komt naar ons, hij komt naar onze ijssalon in Oudenbosch. Wij vertelden dat tegen Junior, dus dan is dat natuurlijk, hij wil mee. Dus Junior heeft zijn politiepak aan en waar gaan wij naartoe? Naar de politie. Ik vond het wel heel netjes als ze zei, zeg maar, moeten wij naar jou, kom je naar ons? Dan zien ze heel veel politie. Nee, er komt één politie met een motor. Dus wij gaan snel naar Oudenbosch. Ga je mee? Ja, dan ziet hij ook. En dan zie je een echte politieman. En dan zie je, hij kwam met de motor, vertelde hij. Hij ging met de motor nou naar Oudenbosch. Dus wij gaan de politiemotor. Ja? Snel met de bakfiets. Nee, met de mini. De meisjes komen net thuis van hockeykamp. Dus even kijken hoe ze het gehad hebben. Ze zullen heel moe zijn. Nog wat verloren voorwerpen? Mijn sokken. Mis ook nog een luchtbed. Echt? Ik had er maar één. Stan heeft er nog één gevonden, dat is twee. Dan mis ik er nog één. Guusje, die zit nog echt op de fiets. Oh, die zit nog eens op de fiets? Ja, die was heel slim. Oh, wat dacht jij? Dan fiets ik maar door. Ja, ze zei tegen mij dat ik harder moet. Oké. Okay. Zitten daar ook spulletjes in voor jou of zo in die tas? Of in deze tas? Dit is allemaal van Guusje. Ja? En dit is van mij. Daarom is ook de moeder. Ja, is goed. We gaan lekker koekendag doen. Dus kijken of Guus eraan komt. Kijken of we onze Guus zien. Nee, nog niet. Nee, Stan die ging naar huis want hij moet werken. Ik mis ook een luchtbed. Ik heb die van mij gegeven, zeker weten. Ja, Stan had er ook nog één, dus we missen er nog één. Was het leuk? Het was echt heel leuk. Ja? Wat heb je gedaan? Ze is op kamp geweest, hè? Hockeykamp. Wat heb je gedaan? Heel veel. Wat? Gehockeyd. Mag ik mijn ogen lopen? Ja. En we hebben ook nog... watergevecht gedaan met bekertjes. We zijn laat gaan slapen.
Heel laat. Ja? Te laat. Ja. Laat 2 uur. Later. 3 uur. Later. 4 uur. Later. Nee. 5 uur. Ik ben om 5:30 gaan slapen. Tot 6:30. Tot 8 uur. En Floor is om 6 uur gaan slapen. En heel veel kinderen uit onze tent hebben niet geslapen. Mm. En heel veel kinderen sliepen ook in het clubhuis. Floor sliep ook in het clubhuis. Oké. En dan gewoon op de bank. Maar daar waren heel veel kinderen, dus ze gingen heel laat slapen. En ze gingen met z'n allen de zonsopgang gaan kijken. Nee, jouw fiets hoeft daar niet, schat, want jij bent constant aan het fietsen. Nou, wij gaan even koekendag doen, even lekker koek eten. Dan kan je het allemaal eens even vertellen hoe het was. Wij gaan nog even zwemmen hier op de camping. Mag je mee als je wil? Het is echt super druk. Ja? Ja, echt niet normaal. Ik reed er net langs. Je hoorde letterlijk in die weg, weet je wel, dat je zo hoorde je al mensen gillen. Ja. Het is echt zo druk. Zo, kijk maar wat je wil. Dat is weer een speelgoedje. Na een middagje Tour de France kijken voor mij. Op de bank slapen. Voor mij de hele dag op de school. Op de telefoon zitten. Zet je telefoon op de stoel en dan ga je erop zitten. Op bed liggen. Opruimen. Door de sproeiers rennen in je zwembroek. Op de bank liggen. Tour de France kijken op de bank liggen. Heb je al gezegd? Oh, had ik al gezegd. Dus we hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. Dat is ook wel eens een keer lekker. Ja, junior heeft met water gespeeld. Het was een hele heftige week eigenlijk. Dus het was wel lekker op eten. Ja, we hadden eigenlijk gepland om vandaag naar Domburg te rijden. Maar de kinderen van het hockeykamp hadden daar allemaal geen zin in. En wij hadden ook zoiets. Ja, het werd allemaal laat. En mama is ziek. En mama is een beetje ziek. Niet fit. Maar we gaan vanavond bij Stroop eten. Er was keuze bij de vliegtuigjes of bij Stroop. En het was toch Stroop geworden. Mm-hmm. En daar gaan we nou op de fiets naartoe. Mag ik een beetje met jou mee eten met de mosselen? Ja, ik neem mosselen, ja. Als... Neem ik een carpaccio en mag ik een beetje mee eten? Ja, tuurlijk mag je. Jij vindt mosselen ook lekker, hè? Vind jij mosselen lekker, Junior? Nee? Ik weet helemaal niet wat mosselen is. Nou, moet je maar een mossel proeven. Mee. En wij... Gaan we met de bakfiets, hè? Wie gaat er dan mee met de bakfiets? Ik, Marie en... Ja, meer hoeft niet. Jullie kunnen met mama mee met de auto. Ik niet. Merel die is natuurlijk in Albuvera. En Stan die is werken, dus die gaat ook niet mee. Die heeft pech. En Helene komt zo meteen af. Ja. Stan komt zo meteen pas. Nee, die werkt vanavond. Dat gebeurt ook wel eens dat iemand werkt, hè? Dan kan je het niet mee eten, bijvoorbeeld. Maar die eet dan daar iets, hè? Ja. Dus, en jij bent ook al aan het eten, hè? Is het lekker? Echt niet. Jawel, je bent ook aan het eten. Nou, we hebben lekker op het terrasje gegeten. Hè? Mosseltjes op. En Eline is ook weer herrezen van haar feestje. Hoe was jouw feestje? Ja? Heb je ouders niet gemist? Die tanden zijn toch anders wel, hè? Ik heel anders. Ik zit zo. Maar dan doet ze. Ja! Hey. Slow motion, herhaling terug. Jongen. Hij is geen jongen, hij is een man. Ja, goed zo. Jongen. Man. Ja, het is weer voorbij. De ijsjes zijn op. Oh, ik heb nog een beetje. Ik ben op de fiets. Haha. Ik ook. Ja, jij bent met mij met de fiets, hè? Ik wou dat je op de fiets wilde. Dat is gewoon heel leuk. Ja, daarom wil ik op de fiets. Laten we gaan naar de fiets. Wie is de jarig? Wie is de jarig vandaag? Mama. Eline is vrijdagjarig. Oh. 16 mag ze eindelijk scooter rijden. Examen eerst. En welke dag heb je examen? 25. En hoeveelste ben je jarig? Ze heeft 22 zesje rijles. En als het goed gaat, ik ga een kusje geven. Aan wie? Oh,
heb een cadeau voor mij. Ik zal ook gewoon een tent neer. Het is pas vrijdag. Ik heb een cadeau. Oh, mooi. Dankjewel. Een mooie lepel. Oh. Ik heb ook een cadeau. Ja, oh, die wou ik ook net geven. Oh, dankjewel. Nou. Helaas nog geen achtergrond. Ik heb ook een cadeau voor deze je. Deze heb jij. Ja. Allemaal cadeaus. Hè? Mooi, heel mooi cadeau. Nee, dat mijn pet! Madelief is ook een pestkop, hè? Dat heeft ze van de moeder. Hè? Van de vader, ja. Van de vader, hoezo? Nou, we komen nu net terug van Stro. En Floor zit lekker in de bakfiets. Ja. Met Junior. Papa, kijk, jij hebt een lepel meegenomen. Oh my god. Dat mag eigenlijk niet, hè? Moet je er heel goed aan denken, de volgende keer als wij gaan, mee terugnemen. Dat je de lepel mee terugneemt. Goed? Die is niet van ons, hè? Dus dan mag je zo'n lepel niet meenemen. En we zijn nou net al te ver gefietst, vind ik, om terug te fietsen. Of zullen we terugfietsen? Terugfietsen! Guusje fietst lang. Ook daar, dan moet hij ook terug. Kijk, Guusje maar eens voor, ver vooruit voor ons fietsen. Weet ze de weg? Nee, ik weet het niet. Ze moet hier naar rechts zo meteen, maar ik weet niet of ze dat weet. Guusje, hoe moeten we nu? Oh, naar rechts. Nee, dat is links. Ja, dat is rechts. Goed gedaan, Guusje. Molukaatsepark, Bospad Hoeve. Circus, The Magic World of... 24 juli, dat duurt nog wel even. Ja? Ja, wij zijn weer op de camping. En hallo. Hoi. We hebben best ver gefietst. En Guusje dus al bij het huisje, denk ik. En voor je fiets leuk, wat hebben wij gedaan met de fietsje, Junior? Laten we gaan, liedjes. Gezongen. Liedje gezongen. Ik zag en weer broodjes smeren. Ik zag twee krokodillen kijken naar billen. En waar hadden we nog meer? Helemaal. Ik zag twee koeien samen loeien. Ik zag twee koeien samen loeien. Leef. Totdat het je laatste dag is. Ik zag twee een auto. Dingen samen. Ik zag twee poepenbootjes. Kippen samen. Jij met je poep altijd in je liedjes? Nee, precies. Dat is heel raar, hè? Nou, we zijn er nu bijna. Eén bocht. Is die bocht naar links of naar rechts, Junior? Rechts. Naar rechts? Hoezo? Hoezo? Wat is links en wat is rechts? Dit is links en dit is rechts. Oh, nou goed. Ja, naar rechts. Ja. En nu zijn we bij ons campinghuisje. Mooi huisje. En nou gaan jullie lekker naar bed, hè? Ja. Want morgen is het weer school. Ik ben best moe van het kamp. Ja, en het is al best wel laat, denk ik. Zal ik eens kijken hoe laat het is. Het is 8 uur. 8 uur. Ja, dan is het bedtijd, hè? Nee. Oep, jawel. Nee. Laatste schoolweek komt eraan voor jullie. En dan is het grote vakantie. Leuk, hè? Nog 2 nachtjes. Nee, 5 nachtjes. En dan is het vakantie. Nou, dit was weer een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. We hopen dat je abonneert. Houdoe.